Criminele kofferbak ligt vol met cadeautjes. Ja, dat was ik nog vergeten te vertellen. Die heb ik gevonden in een hangar. Fantastisch, commandant. Goed gedaan. Schitterend. Commandant De Bot, hoe kunnen we u ooit danken? Nu kunnen we de cadeautjes uit gaan delen. Ik moet dan verder op zoek naar die wortelen. Nou, vrienden, dan gaan we er vandoor, want we moeten nog al die cadeautjes bij de dieren brengen. Ik heb zo een druk leven, ik zou wat moeten onthaasten. Kom, Zwarte Pier, we gaan. Tot ziens dan, Sinterhaas en Zwarte Pier. En Staf. Ja. Ook tot ziens. Zet jij Ludo? Ludo? Nee, ik ben Gert. En wie is dan die geile Ludo? Een geile Ludo? Maar is gewoon geen Ludo? Hier is eigenlijk nog niemand. Zelfs geen kat. Ja, op dat bord hier buiten staat dan toch de geile Ludo? Dus ik dacht, ik wip eens binnen bij die Ludo. Verdorie, die pas klas. Het moest de gouden lelie zijn en niet de geile Ludo. Dus daardoor is er niemand geïnteresseerd in mijn opening. Oei, oei, ik krijg precies stress. Ik vind anders uw opening heel interessant. Ik ben zelfs zeer geïnteresseerd in uw opening, Gertje. Dan maken we het hier toch gezellig met z'n tweetjes, hè, Gert? Ik heet trouwens Adelbert. Gert en Adelbert. Dat klinkt al niet slecht, hè? En allebei een hert. Ja, ik ben een damhert, omdat ik van Damme afkomstig ben. En ik ben een edelhert, omdat ik edele delen heb. Maar, wat ruik ik? Ik ruik niks. Kijk daar, rook. Er komt rook uit die konijnenpijp. Komt er niet altijd rook uit een pijp? Ik zal eens gaan piepen. Piep. Aha. Wortelsoep aan het koken. En waar komen die wortels vandaan? Genade, ik zal nooit meer doen. Ik bedoel, ik heb het niet gedaan. Ik ben eigenlijk een zeerover. Een zeerover? Maar er is hier toch geen zee? Nee, nu niet meer, want ik heb ze geroofd. Kom, flauwe plezante, kom maar mee. Ik lever u uit aan commandant De Bot. Wacht even, ik ga mijn jas halen en ik kom. Verdorie, waar blijft je nu? Het is niet waar, hè. Die is de pijp uit.